Dit is Trudo FM. Trudo FM. We zijn hier in de Pacific voor Zuiderterras samen met stemimitator Steve Rikier. Welkom, Steve. Goedenavond. Steve, ik moet eerlijk bekennen, ik kende je niet tot ik zag dat je hier in Sint-Truiden kwam optreden. En ik ben je gaan googlen en ik was eigenlijk dadelijk verkocht. Wat een talent. Kan je eens even kort toelichten wie Steve Rikier precies is? Ik ben afkomstig uit Brugge, dus uiteraard een heel stuk verder dan Sint-Truiden. En ik zit vooral uiteraard de regio, de kust, Brugge, maar ook Gent, het Antwerpse. Ik moet wel bekennen dat Limburg echt wel voor ons dan weer ver is, maar ik kom hier trouwens heel graag. Ik zit hier vooral de periode rond het carnaval gebeuren, wat dan bij ons eigenlijk heel minder is. Ook Brabant, ook Nederlands Limburg kom ik heel vaak. En ik probeer natuurlijk ook overal te gaan werken. En vandaag is het in Sint-Truiden, dus ik ben blij. Ja, je bent stemimitator. Hoe lang ben je hier ondertussen al mee bezig? Ik ben daar ongeveer nu. Laten we zeggen, ik kreeg een altijd van het jaar 2000 professioneel. Maar ik ben er eigenlijk al heel mijn leven mee bezig. Maar professioneel gezien, laten we zeggen, alleen al 13 jaar. En welke opleiding moet iemand volgen om stemimitator te kunnen worden? Geen. voor de eenvoudige reden. Ik heb uiteraard een zangopleiding achter de rug. Klassieke zang. Ik heb ook 6 jaar noten leren en muziek en zo gedaan. Maar die stemmen... het is niet zo dat ik zoals Dirk Dunwell bijvoorbeeld, die een stemimitator is, die dan eigenlijk politieke grappen vertelt of zo. Bij mij ligt het dan eerder in de zin van zang. Dus ik ga dat dan eigenlijk een Eddie Wally neerzetten. Of ik ga daar een Joe Cocker of een Elvis of een Michael Jackson. Maar er zitten uiteraard ook spreekstemmen in. Daar komt ook uiteraard onvoorstelbaar, Cher. Kijk eens, ja, beste mensen. Of, inderdaad, dat we zeiden, uw vriend, de Bart Peters. Dat zijn dingen dat er altijd wel inkomen. Nu natuurlijk ook heel recent, waarde vrienden. Ik ben u toch zo blij, u dienaar te kunnen zijn. Dus we hebben eigenlijk wel een hele variatie van stemmen. Maar het is ook wel leuk voor een publiek dat er ook eens een nummer bij gedaan wordt. Als het enkel en alleen spreken is... Ja, dan heb je het programma eigenlijk dat in mijn ogen dan, of voor mij dan althans, iets minder leuk is. Ik zing ook graag. Ja. En waarom zou je dan ook geen Joe Cocker of een YMCA of een Bruce Springsteen, Bocelli ook heel leuk om dan bijvoegen? Ja, je wordt meestal aangekondigd als stemimitator, maar het is veel meer. Je zei het zelf al, je zingt, je danst, je entertaint. Dat moet toch wel heel veel training en conditie vragen? Dat vergt ontzettend veel training en ook heel veel concentratie. Afgelopen week waren we te gast in Blankenberg, het casino, waar we een nieuwe liveshow hebben gebracht. De Superstars Live in Concert heet het dan. Waar 52 verschillende figuren in zaten. Dus dat vergt wel ook wel heel veel energie. En ook nummers als bijvoorbeeld Rammstein of zo. Waar ik dan ook nog eens mijn oude circustechnieken bij ga roepen met vuur eten en vuurspuren en van alles en nog wat. Dus eigenlijk wordt het wel een totaal spektakel, ja. Hoe intensief ben je eigenlijk bezig om deze act allemaal onder de knie te krijgen? Want dat lukt toch volgens mij niet op 1, 2, 3? Nee, dat lukt zeker niet 1, 2, 3. Dat is dagelijks oefenen, in de auto vooral. Ik zit veel in de wagen, dus ik probeer dingen uit. Ik zing mee met cd's, ik zet de radio aan, ik hoor iets. Maar ook natuurlijk uitproberen met danseressen erbij heb ik nu ook. Dus iemand van de danseressen, Delphine is haar naam, zij is ook choreograaf eigenlijk van het gebeuren. En wij hebben wel heel veel aan elkaar dat we zeggen van ja, kunnen we dit, kunnen we dat gaan doen? En zo ontstaan er echt wel nieuwe dingen. Claude François bijvoorbeeld is ook iets nieuw nu. Waar we eigenlijk gewoon stomweg iets hadden van, we willen iets doen met kreten. Dus kreten, dat zijn dergelijke dingen. En je zegt van, in welk nummer komt dat? Ah, Claude François, misschien kunnen we iets mee doen. Hop, en zo was dat plots een nieuw element in de show. Wat ik nu ook nieuw heb, is buikspreken. Ik heb al altijd iets willen doen daarmee, met poppen en zo. Maar een pop, dat wordt veel vaak veel meer gebruikt. Dus dacht ik van, weet je wat, ik ga het doen met iemand uit de zaal. Dus ik heb eigenlijk een masker van een cartoonachtige mond. En als je die beweegt, dan zitten er grote tanden in en een grote tong en zo. Dat is hilarisch. Ik heb dat nu gedaan vorige week en ik moet zeggen, het is echt een succes. Dus ik laat dan ook nog eens zo gezegd de persoon op het podium een nummer zingen. Dus dan ga ik eigenlijk in duet met mijn eigen, maar er staat iemand anders. En dat hadden we gedaan op Proud Mary. Tina Turner en Ike. Ja, dat lijkt me inderdaad bijzonder. Dat was heel leuk. Heel leuk. Ja, je stem is heel waardevol. Welke dingen moet je eigenlijk laten voor je stem?
Ik rook niet. Ik drink niet. Ja, misschien eens een glaasje kava of een rode wijn of zo. Maar ik drink niet echt bier of wat dan ook. Ik probeer zo goed mogelijk mijn keel en mijn stembanden te verzorgen. Veel water, plat water drinken. En zeker niet in rokerige plaatsen komen of zo. Dat ga je mij nooit vinden. Worden stemmen soms ook typetjes, zoals nu tegen de sterren op? Of beperkt het zich puur tot de stem? Het beperkt zich tot de stem. Waarom? Omdat je in een programma als tegen de sterren op zit je ontzettend visueel. Die mensen worden ook geschminkt, die worden met allerlei grimagetrucs bewerkt. En bij mij, ik moet het in een seconde moet ik een ander figuur zijn. Dus ik moet een bril, een hoed, een snorretje, moet bij mij duidelijk maken wie dat het eigenlijk is. En dat is toch wel een totaal andere discipline. Ik zou dat ook wel graag doen, maar het is toch anders. En komen er vaak stemmen bij, of vallen er stemmen weg? Of blijf je trouw aan je repertoire? Hangt er vanaf. Er komen nieuwe, zoals ik al zei, ik heb nu Claude François, ik heb nu Rammstein, ik heb nu Tina Turner gedaan. Dit is nu nieuw, maar uiteraard, ik heb om en bij een programma van 3 uur. Dus ik kan daar wel in knippen dat ik zeg van ja, dit doen we even niet. Dat komt er eens nieuw bij, gaat eens weg. En zo ontstaat continu een ander programma. Eigenlijk doen we nooit 2 keer dezelfde show. Ja, dat is ook wel speciaal natuurlijk. Krijg je ook vaak reacties van de personen in kwestie die je imiteert? Weinig. Ik heb wel al heel veel mensen die de show hebben gezien. Wil Tura heeft de show gezien. Ik heb ook met Eddie Wally samen dingen gedaan. Ik heb met eigenlijk heel veel mensen samen op podium gestaan. Vorig jaar nog een zeer goed compliment toen ik een volledige Elvis-show neerzette in het Witte Paard in Blankenberge. Heb ik ook, dus naast de stemmenshow, een volledig Elvis-programma. Veel mensen houden ontzettend van die muziek. En toen dacht ik van, ik zal eens een volwaardig tribute aan Elvis doen. Ontzettend succes geweest, meer dan 600 mensen in de zaal. En toen kreeg ik daar een commentaar van de mensen die in de show zaten van het Witte Paard. Eric Conley is de Barry White-imitator. En die komt uit Atlanta. En die had nog een andere zangeres bij zich. Die zong bij, nu ontsnapt de naam even, maar jaren 70, heel bekend product. En die mevrouw die kon eigenlijk verschillende mensen dat met Elvis samen opgetreden hadden als backing vocal. En die zei ook van, ik wil jouw show echt wel gaan zien, want ik wil wel eens horen hoe dat je dat doet. En achteraf kwam ze toch wel zeggen van, chapeau, super, echt waar, top. Dus dat zijn dan dingen dat ik zeg van, ja, daar ben ik wel heel tevreden mee. Als dan zo iemand uit het vak dat zegt, vind ik het echt wel leuk om te horen dan, ja. Ja, je gaat hier vanavond optreden in open lucht. Welke show zal je precies brengen? Hier breng ik eigenlijk een soort van compilatie van een soort van best-of 30 minuten. Daar gaat die wel in zitten. Daar gaat, een stukje Elvis, stukje Joe Cocker, een stukje Michael Jackson. Dat zal zoiets zijn. Ja, is het een uitzondering dat je in open lucht optreedt? Of nee. Ja, voor welke formules kan men jou eigenlijk boeken? Heel veelzijdig. Ik sta zowel op grote podia dan dat ik eigenlijk op een bedrijfsfeest of een verjaardagsfeest eigenlijk kan met mijn ding gaan doen. Laten we zeggen, van het moment dat ik een ruimte van 4x3 heb, dan kan ik dat perfect neerzetten. Maar vorige week stonden Lokerse feesten, daar staat 6000 man. Dus ja, ik bedoel, daags nadien sta je dan voor 50 man op te treden, maar vorige week 750 casino. Ja, hier zit ook om en bij de 500 man, denk ik. Dus ja, eigenlijk 20 man, 30 man, 100 man, 1000 maakt eigenlijk niet zoveel uit. Het meeste wat ik ooit had, was de Gentse feesten, 3 jaar na elkaar hebben we daar gestaan en dat was iedere keer 7000 man op het Sint-Baasplein, het grote plein. Ja, vertel nog eens even, hoe kan men jou boeken? Want dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Uiteraard via mijn site, steveverkier.com of anders telefonisch, gsm, maakt niet uit. Je kunt mij altijd wel te vinden. Je bent altijd bereikbaar. Ja. Ik werk met verschillende bureaus eigenlijk ook wel, maar niet zo dat ik ergens exclusief te boeken ben of zo. Ik doe mijn eigen boekingen. Even Google, Steve Verkier intikken en dan vind je me wel. Ja. Wat ik ook heel interessant vond, je belt soms ook mensen op met een bepaalde stem om die dan een poets te pakken. Hebben we ook nog gedaan. Ik heb vroeger nog op de Brugse radio gezeten, eigenlijk jaren aan een stuk waar ik een eigen programma had met typetjes. Dus ik had toen in de tijd een IQ-quiz. Ik had toen, we belden mensen op om inderdaad, eigenlijk namen we de kranten door en dan zocht ik iemand die iets verkocht. Een oude fiets of weet ik, of een broodrooster of wat dan ook. En dan deden we daar een heel verhaal rond. En
Dat is natuurlijk altijd lachen, hè? Ja, en zeker als je die gave hebt. Ja. Als je kijkt naar het succes van programma's als Tegen de Sterren op, Tibis Chris, vroeger Dirk Donaniel, er is echt wel een markt voor het stemmenimitator. Ja. Hoe komt het dat we jou nog niet op tv hebben gezien? Dat is een goede vraag, ik weet dat ook niet. Ik zit overal, ik ben... Ja, het is eigenlijk ook wel een beetje moeilijk om mij te gaan plaatsen. Ben je dan acteur, ben je dan zanger, ben je entertainer? Die mensen die bijvoorbeeld Tegen de Sterren op zitten, zijn eigenlijk meest acteurs. Die dan in een huid van iemand anders kruipen. Maar bij mij ligt het eigenlijk andersom. Ik ben eigenlijk meer, ja, hoe zeg je het, entertainer, zanger. Die in de huid kruipt van iets anders, maar niet in een totaal metamorfose. En ik heb er eigenlijk ook geen antwoord op, hoor. Ik ben ook geen figuur of iemand die zich gaat opdringen of continu zit te mailen en afbellen van ik wil op tv. Ik denk altijd, als zij mij willen, dan zullen zij mij ergens wel links of rechts zien. En dan denk ik, word ik gecontacteerd of ik weet het niet. Ja. De grote doorbraak zal nog komen. Ik weet het niet. Ik ben ondertussen inderdaad 13 jaar bezig. Maar ik heb het zodanig uitgebouwd dat het eigenlijk een soort van live concert. Het heet ook Superstars Live in Concert. Dus het is eigenlijk een concert van om en bij de 50 of al 52 verschillende artiesten. Die op een avond komen zingen, die komen entertainen, die komen spreken. Dus een programma van 2 uur krijg je nooit op tv. En als je eenmaal 2 uur op tv gebracht hebt, dan heeft heel Vlaanderen het gezien. Dus dan is het ook over. Maar een klein beetje tv zou wel meegenomen zijn, ja. We gaan jou er zeker in steunen. Als we even naar de toekomst kijken, over 5 jaar, waar hoop je dan te staan? Ergens... Want dit is ook je fulltime job. Ja, ergens op een eiland of zo, met een palmboom. Helemaal binnen. Ja, nee. Binnen word je daar... Daar word je niet rijk van. Wat het was zo zeggen. Ik doe dat graag en ik hoop daar... ik blijf daar en ik hoop daar mijn brood mee te kunnen verdienen. En binnen 5 jaar wil ik eigenlijk nog altijd hetzelfde doen zoals nu. Maar toch nog net op een ander niveau. Wat ik wil zeggen van... ik hoop daarbij dan culturele centra te kunnen doen. Ik hoop dan casino's te kunnen doen en ook naar Nederland te kunnen trekken. Dat is eigenlijk nog mijn grote droom. Om in Nederland en misschien in Duitsland die show te kunnen gaan aan de man brengen. In andere zalen, zeg maar. Daar heb ik wel behoefte aan. Er zijn nu ongeveer een klein half uur voordat jij zo dadelijk op moet. Hoe bereid je je eigenlijk voor op een show? Ik voel het publiek op het moment zelf. En veel voorbereiding heb ik daar niet aan. Alles zit in je hoofd. Ja, dat zit erin. En onze geluidsman die weet ook van... Als ik een bepaalde zin zeg, dan weet hij... Oké, we gaan die kant of we gaan die kant. Dus eigenlijk heb ik geen vaste playlist. Ik voel op het moment zelf van... Daar wordt op gereageerd. Oké, dan ga ik dat doen. Is die reactie minder? Oké, dan ga ik dit niet doen. Dan doe ik iets anders. Dus eigenlijk pas ik mij... op het moment zelf aan het publiek eigenlijk wel een beetje. Wel, we gaan jou toch nog heel even de tijd geven om op adem te komen, want je bent net aangekomen hier en zo dadelijk kijken we uit naar jouw optreden op het podium. Wil je nog heel even iets zeggen in een bepaalde stem voor de luisteraars van Trudo FM hier in Sint-Truiden? Ja. Maar ja, zeg, ik vind dat hier zo heel, heel, heel mooi. Wel, dat was de Samson. Steve Rikier, dankjewel voor dit interview en heel veel succes hier op de Zuiderterrassen in Sint-Truiden. Steve Rikier voor Trudo FM. Dank je wel. Thank you. I love you. So much. I'm like Walter Capio. I love the children. Goddamn, podium is too small. Oh my god. Oh my stomach. Ooh. Hehehe
lach om mijn stomach. She's out of my life. Thank you. I love you. Trudeau FM. Trudeau FM.